Vorige week zagen we hoe Capevogel zijn nieuwe vriend Tungsten ontmoette. Vandaag beleven ze met z'n tweeën een grappig avontuur. Hier is Capevogel. Hé, nou mis ik het weer net. Ik zit iedere keer midden in de tekst. Capevogel, kijk wat hij doet. Het is winter. Het is bitter koud. Elke dag gaat Capevogel hout sprokkelen. En op een dag heeft hij genoeg voor de hele winter. Brrr, wat is het koud. Lekker de kachel opstoken. Hé, Capevogel, kijk eens, het heeft gesneeuwd. Kom op, laten we naar buiten gaan. Wat? Sneeuw? Jippie! Ja, hop, ja. Ik in de sneeuw. Hup, hup. Ik ga glijden. Ja. En hop. En nog een keer. Hop. Oh. Ja, hop. Hey, hop. Jippie. Alle kanten op. En ik ga een hele grote sneeuwbal maken. Of een sneeuwpop. Zo, ja. Echt heel groot. Hop. Kop erop. Prachtig. Echt een goede sneeuwpop. Ja. En nu ga ik een echt goed sneeuwballengevecht met hem houden. Moet je maar eens even kijken. Zou je dat nou wel doen, Capevogel? Misschien is het wel gevaarlijk. Ach, wel nee. Onzin. Hier. Die was goed raken. En nou ga ik hem nog eens een keertje goed raken. Daar. En hier. En daar. En nog één. Kijk eens. Hier. En die. En nog één. Ja. Capevogel, kijk nou uit, joh. Straks wordt die sneeuwpop misschien wel kwaad en hij wordt steeds groter. Ik vind het eng. Ha, dacht je dat ik bang was voor mijn eigen sneeuwpop? Hier, ik zal hem nog eens goed in zijn bek raken. Daar. Ha. Au. Au. Nou. Dat is natuurlijk gevaarlijk. Hey. Die sneeuwpop. Hier, kijk, joh. Hey, wat doet hij nou? Hij gaat mijn huisje in. Hij gaat zo in. Je kijken. Daar zit hij in mijn huisje te rommelen. En wij zitten hier in de kou. Hartstikke koud buiten. Misschien kunnen we hier een vuurtje stoken. Dat we het een beetje warm krijgen. Ja, dat is een goed idee. We gaan meteen hout zoeken. Het lijkt wel alsof iemand net al het hout weg heeft gehaald. Er is niks te vinden. Een klein takje. Ja, toch net genoeg voor een klein vuurtje. Maar de sneeuwman blijft maar bezig. Nou, ik heb er echt genoeg van, hoor, zegt de Capevogel. Hij zit daar maar in ons huisje en wij zitten hier te kleumen. Ik zie hem trouwens niet eens meer. Toch even kijken. Beetje voorzichtig. Hé, eigenlijk is hij helemaal niet zo groot. Kom maar, Tungsten. Hij is helemaal niet zo gevaarlijk. Ah.
kom je nou? Kom op, lekker naar binnen. Hier is het lekker warm. Ja. Ha, dat is natuurlijk waar die sneeuwpop helemaal gesmolten is. Nou, wij kunnen gelukkig lekker wel tegen de warmte.